Ik speel Proces Blauwbaard, is de titel. Ik zeg ook wel gewoon Blauwbaard. Het is een stuk, een monoloog, een stuk Ik Alleen, dat ik zelf gemaakt, zelf geschreven heb. Het is een beetje een mengeling tussen het sprookje van Blauwbaard en mijn eigen leven of mijn eigen ervaring. Het is niet echt autobiografisch en tegelijkertijd wel weer helemaal wel. Blauwbaard is eigenlijk een verschrikkelijk sprookje. Dat is een man die trouwt met een vrouw omdat hij een vrouw nodig heeft. En die vrouw trouwt met hem omdat zij denkt dat ze een man nodig heeft. En hij vertrekt op zakenreis en hij zegt, mocht in heel mijn huis binnen, er zijn juwelen, er is eten, er zijn kleren, doe maar wat je wilt. Maar je mocht niet in dat kamertje waar dit sleuteltje op past. Uiteraard doet die vrouw dat wel, ontdekt daar 7 lijken van de 7 vorige vrouwen. En schiet in paniek. Net op dat moment komt Blauwbaard thuis. Merkt het bedrog van zijn vrouw. En wil die vermoorden, waarop zij haar broers roept. En die broers vermoorden Blauwbaard. Dus nu niet bepaald het meest vrolijke sprookje. En de typische interpretatie is dat die Blauwbaard een smeerlap is. En dat die vrouw nieuwsgierig is en dat alle vrouwen nieuwsgierig zijn en dat alle mannen smeerlappen zijn. En dat vond ik een beetje gemakkelijk. De achterliggende idee is dat wij allemaal, alle mannen zijn blauwbaarden en alle vrouwen zijn ook die vrouw. En waarom doen wij dat? En waarom vermoorden wij elkaar? Niet letterlijk, maar soms ook heel figuurlijk. En daarop ben ik beginnen verder breien. Ze is mooi. Niet opvallend mooi, maar ze is wel mooi. Goed, het gaat over die Blauwbaard en ik heb mij wel wat geïnspireerd op dat sprookje. En Blauwbaard heeft een kelder waar 7 lijken liggen van 7 vrouwen. Nou goed, ik wil het niet hebben over lijken, ik wil het niet hebben over moorden. Het gaat eerder over een relatie hebben of relaties hebben. En als een relatie kapot gaat, is dat ook bij wijze van spreken een soort moord. En het decor gaat eigenlijk een heel groot rek zijn, vol dozen. Dozen die voorbije relaties representeren of die vrouwen representeren of wat dan ook. Waar dat Blauwbaard of waar dat ik nog mee bezig ben. Ik koester die herinneringen, ik koester die vrouwen nog. Maar gaandeweg door het stuk gaat hij erop uitkomen dat dat niet werkt. Dat als die relatie gedaan is of dat als die... Dat hij niet in die vrouwen en in die relaties en die dozen vindt wat hij zoekt. Je gaat bij hen niet vinden wat je zoekt. Wat je wilt. Wat je mist. Niet bij haar. En niet bij haar. En niet bij haar! 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 En niet bij haar!